Goedemiddag Eduard. Goedemiddag. Dus dit is jouw nieuwe layout winkel? Ja. Ik ben benieuwd. Ik kom eens een bezoekje brengen. Ja, kom binnen. Zo, dat ziet er goed uit. Ja, ik heb niet eens opgeruimd. Kun je nagaan. Hoor dan. Ja. Is dat jouw klok? Nou, het is de klok op mijn Mac. Wat een scherm trouwens. Hè? Je bent zeker wel tevreden over je... Ja. Iedere keer als ik naar de Windows computer moet van... Dan ben je... Van mijn zoon en zo, ik te vloeken en zo. Ja. Ja, oh god, dat is... Maar dat is ook kribbig van. Layout, ja. Hè? .nl of zo? Ja. Ja, dat moet dan ergens van, nou, ik denk dat layout, dat alle reclamebureaus in Nederland, dat die URL zouden willen hebben. Volgens mij is die... ietsje eerder geweest. Ja. Dat was een van mijn eerste acties op internet. Ik denk, die moet ik hebben. Ik ben van oorsprong opmaakredacteur. Dat betekent dus dat ik moest zorgen dat de tekst, de foto's op de krantenpagina pasten. En op een fatsoenlijk leesbare manier. En in die lijn ben ik eigenlijk doorgegaan, maar dan uiteindelijk ook op internet. Sinds wanneer bedoel ik? Ik ben er geloof ik ergens 99 begonnen. Oh, ja. 2000 zo pakweg dat ik voor mezelf begonnen ben, officieel laten inschrijven en zo. En ben je toen zeg maar zelf, heb je zelf je eerste eigen website gemaakt of heb je dat laten doen? Nee. Ik begon meteen met, hoe heet dat, Netscape Composer was dat. Dat is die ik ook gebruik, nog steeds. Ja, een soort simpele VisiWik editor. En toen op een gegeven moment werd ik bij de NRC benaderd, de vrouwtje Santing die daar zo'n chef was, of ik daar... kon komen, want ja, ze hadden echt iemand nodig, dringend. En dat was wel even voor mij een, noem dat, cold turkey inwerkmethode. Want Zij werkte puur met de HTML-bron, zou ik maar zeggen. Oh, ja. Dus de code waarbij, opmaakcodes eigenlijk... Wat je dus eigenlijk al deed bij Netscape, maar dat je het niet zag? Ja, precies. Ja. En dat was wel eventjes wennen. Ja. Maar dat is zeer leerzaam geweest. Ik werk eigenlijk nog steeds op die manier. Alleen ja, via allerlei trucs kan ik die code gewoon heel snel genereren. Maar... het is nog steeds zo dat ik heel ambachtelijk webmaker ben. Ja, wat je doet, ik heb nu in feite heb ik van jou, doordat jij de Vrienden van Den Haag hebt gebouwd, heb ik PHP geleerd. Als iemand tegen mij zegt, kan je iets met PHP? Zegt, ja, dan kan ik wel een beetje. Ik kan het niet bouwen, maar ik kan er wel mee overweg. Ja, het is een erg handig systeem om mee te werken. Ja. Doe jij alles met PHP zo'n beetje? Heel veel. Ja. Ik merk, ik heb een cursus gevolgd een tijdje geleden. Ik merk dat ik een hele andere manier daarmee werk. Dan komt waarschijnlijk door mijn journalistieke achtergrond. En omdat ik ooit met Basic ben begonnen. Ik stond er echt van te kijken zoals dat bij de IT-sfeer wordt aangepakt en zoals ik ermee werk. Maar het resultaat is gewoon goed. Dus, ja. Het lijkt een beetje op het oude e-tekstsysteem van de dagbladen. Je moet een bepaalde code voor een bepaalde tekstregel zeggen. En dan weet zo'n script van, oh, dit wordt een kop of dit wordt een tussenkopje. In principe is het wel vreemd eigenlijk dat je dus in de buurt woont van de klant. Ja. Want internet is dus in feite, je kan net zo goed kan je een winkelsite maken voor iemand in New York. Maar met zo'n winkeliersvereniging is het heel belangrijk dat je gezicht laat zien, anders werkt het niet. Oh, ja. Over verre klant gesproken, ik heb een arts in Zevenaar, daar ben ik ook een website Dus het kan soms heel ver weg zitten. Maar je vindt wel dat het dan toch makkelijker werkt als die dicht erbij is, want je zou iets... direct iedereen reageert bliksemsnel op e-mail. Nee. En als je belt, ja, mensen zijn er ook niet altijd. Of nee, gaat het toch wat moeilijker. Terwijl als je een klant ziet, dan heb je toch, dan leg je toch altijd even je werk weg en zo. Dus, Die Wijmerstraat was toch ook een beetje een probleem. Ja. Hè? Is dat nog een beetje opgelost? Nee, ik bedoel, je hebt Loosduinen, die Wijmers. Ik heb Loosduinen heb ik een site gehad, Wijmerstraat heb ik een site gehad. En daar zit ik dus al een stuk verder af. Ja. En in de Wijmerstraat, binnenstadondernemers, die hebben een soort vakbond, dat woord zullen zij nooit gebruiken, een belangenorganisatie. Ja. En die geven dus een krant uit, de Bofbulletin, hangt daar voor het raam, achter de klant. De club ook een website gemaakt waarin veel plegers kunnen worden opgespoord in de Haagse binnenstad. Oh. Dus als een winkeldief bij wijze van spreken op de Prinsenstraat toeslaat, dan zou zo'n winkelier kunnen opzoeken van hey, is dat voor het eerst of doet hij dat wel vaker? Oh. Als je dat vaak in de artsenpraktijk vind ik leuk. En ik ben nog steeds bezig, want het gaat ook langzaam hoor, maar voor de harmonica-verkoper en het museum in Malden. Waar ligt dat? Bij Nijmegen. Oh.
Als je bij jou een opdracht wil hebben, dan kun je gewoon naar, het is een opdracht wil laten uitvoeren, dan kun je gewoon naar www.layout.nl en daar kan je gewoon mailen en contact leggen. Ja. Info@layoutnl werkt ook. Dat werkt ook, ja. En ik zit hier ook vaak in de zaak, dus je kunt hier ook gewoon binnenlopen. Oh ja, natuurlijk. Dus. Ja. Want je zit hier op de hoek van de... Wilstraat en de Populierstraat. Ja, ja. Dat is echt hartje Den Haag natuurlijk eigenlijk wel. Ja, het is een typische combinatie natuurlijk, harmonica en dat. Ja, het is ontzettend leuk, vind ik. Ja, ik bedoel, ik zal er hartstikke graag mee doen. Ja. Omdat het zo'n vreemde mengvorm is. Ja, maar het is voor jou, denk ik, een hele prettige afleiding. Ja, ik denk tussen dat... Tussen al dat gepriegel op de computer. Ja, ik denk computer. Dat ik ook geen RSI heb gekregen door het feit dat twee verschillende bewegingen maken. Ja. Ja. Mensen die alleen maar harmonica spelen krijgen last van hun gewrichten. Mensen die alleen maar met de muis zitten te werken krijgen wel last van. Maar omdat ik juist die twee dingen afwissel, denk ik dat ik daar toch tot nu toe geen last van heb. Altijd afwisselen en vooral uitkijken met bewegingen onder spanning doen. Ja. Ik merk dat bij harmonica spelers, als ik soms zie hoe ze spelen, denk ik wel... Je houdt je gespannen. Dus dat speelt sowieso slecht, maar het is ook slecht voor je spieren. Ja, nou heb ik bedankt. Ja, graag gedaan.